In deze aflevering van de Super Mario RPG wil Gino het in zijn eentje opnemen tegen de baas Bowser. Gelukkig gaan Mario en Mallow hem helpen en leren we een hele bijzondere aanval met z'n drietjes. Het is alweer een tijdje geleden dat we Mario RPG hebben gespeeld. En ik wil wel even weten of jullie nog willen dat ik dit spel blijf spelen. Laat het weten in de comments en doe die duimpjes omhoog. Dan weet ik het tenminste zeker. Ah, ik word achtervolgd door bijen. Oh nee, dit is een doolhof. We moeten dit mannetje volgen, denk ik. Oké, dan moet ik nu naar boven. Oh, die bijen zijn wel gelijk weg. Dat is nice. Of zijn het wespen? Ik denk dat het wespen zijn. Let's go. We gaan naar boven. Gaan we nu... Oh, hij is gevallen. No, meneer. Blijf hier. Kom hier. Volgens mij ga ik wel goed. Oh, ik ga even vuurbal gooien op deze wespen. Die wespen die zijn kapot vervelend. Dikke doei. Oh nee, Mallow. Mallow wordt gepakt. Het is echt een tijd geleden dat ik dit heb gespeeld. Het gaat volgens mij helemaal niet goed hier, joh. Oké, doe even je bliksem, Mallow. Sloop die gekke paddenstoelen. Oké, eentje is weg. Die andere is een paddenstoel geworden. Ik bedoel, ik ben een paddenstoel geworden. Heb je nou van mij allebei een paddenstoel gemaakt? Dude. Wat is dit? Ik kan niks meer doen. Wat is dit voor iets stoms? Kom op, Mario. Ga even uit die paddenstoel of zo. Mallow. Donderstraal. Oh, ik ben die paddenstoelen wel heel erg zat nu, hoor. Weg ermee, jongen. Oké, doei. Ik krijg er echt amper XP voor, verdorie. Oké, we gaan nu naar links. Let's go, let's go, let's go. En we zijn bij een onzichtbare schat die we nooit kunnen vinden. Die zit dus ergens, dan moet je dan zo tegenaan springen. Maar ik kan die dingen nooit vinden. 997, 998, 999, 1000. Ah, 1000 pijlen. Kijk, ze rennen heerlijk. Nah, hier komen de volgende 1000 pijlen. We komen nu eindelijk achter wie die pijlen gaat schieten op Rosendam. Wie daarmee bezig is. Yo, wie ben jij? Dit is Bogert. Wat een vermaak. Kijk nou toch die prachtige gezichten als ze verstenen. Ah, lijken wel standbeelden. Baas zeggen de Rovero's, dat zijn die pijlen. Ah, ik moet meer oefenen. Nee, je moet niet oefenen. Je moet kappen nou. Ik denk niet dat hij gaat stoppen. We moeten iets doen. Ja, we moeten zeker iets doen. Mallow zegt, wat doe je nou? Je kunt toch niet op een malle of afrennen, zegt hij tegen Mario. Dat zijn er te veel. Met z'n tweetjes maken we niet zo'n kans tegen zo'n overmacht. Ja, die pop die ging ons helpen, toch? Kijk, oh, dit is niet die pop. Oh nee, ze hebben een ster te pakken. No, laat die ster met rust, joh. Kijk wat ik gevonden heb, Bogert. Wat? Storm me niet, oké, ik ben druk aan het oefenen. Ik moet meer pijlen afschieten, meer standbeelden maken. En iemand zegt halt. Wie zegt halt? Wie komt eraan? Daar is die hoor. Die zegt zo is het wel genoeg geweest. Jullie weten niet wat jullie aanrichten. Geef die ster onmiddellijk aan mij. En de Bogert die zegt. Nou, je bent een vreemdeling. Je ziet er vreemd uit. We zullen je leren wie de echte baas is. Oké. Oh, hoe moet ik nou alleen in mijn uppie tegen deze gasten allemaal? Of gaat hij dat zelf doen? Oh, wat doet hij? Hij zegt ik dien een hogere macht. Dit sterrenstuk behoort iedereen toe. Je hebt geen recht om het te stelen. Ah, nu ben ik boos. Ah. Kijk die ogen ook. Bogert zegt, tijd voor een lesje. Oké, hij gaat weer pijlen gooien. Hoppakee, nog één. En nog één. Mario, dit kan wel eens gevaarlijk worden, zegt Mallow. En Mario zegt tegen alle vogels, ga weg. En Mario wil helpen. En Mallow... Oh, Mallow wil ook helpen. Kijk. Oh. Met zijn wolken klappen. Oh, waarom val ik op de grond? Oké, snel. Laten we hem gaan helpen. Let's go. Mallow zegt dat hij niet bang is. Dat is mooi, Mallow. En Mallow gaat ook niet huilen. Helemaal goed, Mallow. Oh, niet vallen, Mallow. Sta op, Mallow. Mallow, waar ben je? Zo is het wel genoeg, zegt mijn maatje. Zo, die geeft hem even een klap bovenop zijn bakkes. En Bogert zegt, jij bent sterk, maar ik ben sterker. Ik ga je heel veel pijn doen. Ah, ik ga er vandoor. Oh, ga je nou wegrennen? Oh, lekker Mario. Lekker man. Wie ben jij, wordt er gevraagd. Nou, wij zijn de Dream Team met z'n drieën. Mallow zegt, Mario, waarom laat je me in de steek? Ah, oh, dat was eigenlijk niet best, nee, Mario. Die pop zegt, ik heb veel over jou gehoord. Laten we dit met z'n drieën gaan doen. Laten we deze gekke Bogert gaan nakken. Oké, wat? Oh my, oké. Hij heeft wel wat van weg van Bowser, trouwens. Dus even kijken wat mijn Mattie allemaal kan, hoor. Hij heeft de Geno-straal. Schiet op één vijand. Houdt A ingedrukt tot vlak voor het schot wordt gelost. Oké, gaan we doen. Wat gaan we doen? Bouw kracht op met A. Oké, we hadden een perfect schot nu te pakken. 60 damage doet dat. Lekker. Dan nu, de vuurbal met Mario. Hop, oh, dat deed niet zo heel veel pijn. En wat doet Mallow's bliksem? Doet die een hoop pijn? Doet die meer pijn dan... Nee, die doet ook geen pijn. Oké. Speciale krachten van Mario en Mallow werken niet zo goed. En Bogert die vindt het niet eerlijk. Ik zal mijn pijl afvoeren en als die raak is, dan doet die knop het niet... Dan doet die knop niet meer mee. En de hulptoets ook niet meer mee. Je moet het eerlijk houden. Ik hou me aan dezelfde regels. Eerlijk is eerlijk. Welke knop doet niet meer mee? Voorwerp.
denk ik. Ja, ik denk dat ik de voorwerpen dan eventjes niet meer mee laat doen. Is dit hoe het werkt? Dan laat ik denk ik de special van Mario niet meer meedoen. I don't know. En bij Mello laat ik de aanval niet meer meedoen, want zijn aanval die is toch niet zo sterk. Is dat wel hoe we dit doen? Oh, oh. Oh, hij heeft gewoon... Oh, hij zet ze uit. En dit kan ik niet verdedigen. Oké, okay. Ik vond jouw uitleg abominabel slecht, meneer Boog. Oké, okay, let's go. Ik ga weer keihard schieten. 1, 2, 3, 4, 5. Hoppakee, lekker. Weer een lekker schotje eruit. Nice. En de sprong doe ik dan met Mario. Mello ga ik eventjes Mello zelf laten healen, denk ik. Ik denk dat dat slim is nu. Mello is weer vol. Hij gaat voor schicht. Oh, die raakt mij niet. Dat is lekker, man. Genostroom. Ja, deze is wel lekker, man. Hoppa. Kan ik nog één keer springen nu? Zo. Wel, mijn BP is wel bijna op nu. Dat is wel een beetje jammer. Ik heb nog 10 BP'tjes over. Oké. Nu is ei op. Nu kan ik alleen nog aanvallen. Oh, je gaat er nog één doen. Oh, die is lekker mis. Lekker voor je. Ik kan de hulptotus ook niet meer gebruiken. Dat is ook wel een beetje jammer. Nou, dan gaan we maar gewoon aanvallen. Bam. Lekker aanvallen met z'n allen. Nou, Mello die geeft ook een klap, maar die doet letterlijk 1 HP damage. Oh, ik heb een slaappil. Mario wordt in slaap gebracht. No! Oké, die aanval van Gino is ook wel lekker. Ik kan Mario wel weer wakker maken met mijn zuiveringswater. Misschien is dat een goed plan. Lekker, kijk, top. Oké, waar ga je nu je pijl op schieten? Nu kunnen we weer niet aanvallen. Oh, dit kan ik niet verdedigen. Oh, Gino is kapot. Ja, dit is wel lastig hoor. Ik ga even de HP regen doen op Mario, zodat hij weer helemaal vol is. Zo. Kijk, die is dan weer lekker nu full HP, denk ik. Ja, bijna. Oef, ja, ik wil niet al mijn BP-punten opmaken nu, dus dat is een beetje jammer. Ik ga Gino maar eens tot leven wekken. Zo, die is weer terug. Ja, dan ga ik nu gewoon lekker verdedigen, denk ik, met iedereen. Want ik wil gewoon op de normale manier aangevallen. Kijk, nu kan dat weer, dus dat is top. Hoppa. Mario ook lekker aanvallen. Hartstikke idee dat ik die 5 pp nog eventjes vasthoud. Voor als iemand straks een lage HP wordt of zo, dan kan ik dat nog even gebruiken. Ah, lekker. Die is weer mis. Wanneer ben je een keer kapot, Bogert? Ben je al een keertje klaar? Ik ben er wel klaar mee, eigenlijk. Wacht, laat me één keer de gedachtenlezer doen. Dan kan ik zien hoeveel HP die nog heeft. Is die al een beetje kapot aan het gaan? Of 161 heeft hij nog. Oh, daar zijn we er wel bijna. Oké, waar gaat hij nu op drukken? Ah, nu kan ik weer niet aanvallen. En dit kan ik weer niet verdedigen. Ja, dan ga ik gewoon wat paddenstoeltjes gebruiken. Dat we allemaal weer full HP zijn. Rustig gaan. Gebruik toch bijna nooit item piece. Oké, gaat hij weer, jongen? Gaat hij weer dit doen? We gaan gewoon met z'n allen verdedigen. Zo, hoppakee, schiet je pijl maar. Kijk, nu kan ik weer aanvallen. 160 HP moet er nog af. Dit is 30. Nog 130 HP eraf. Dit is... niet veel. Nog 117 HP heeft hij. Hij gaat weer voor de bliksem en die is mis. Lekker. Okay, als ik nou de Gino-straal doe, dan zijn we er echt bijna als ik deze nu goed doe. Pap. Perfect. Lekker. Wat ziek idee. Hij heeft nu nog ongeveer 60 HP over. Hoppakee, nog ongeveer 40 over. Mello, jij mag verdedigen. Nu niet die A. Nee, niet A. Nu kan ik niks doen. Oh, dit is zo vervelend. Moet even 300 beurten wachten nu, denk ik. Oké, nu gaat hij weer ergens anders een pijl opschieten. Aanvallen. Hoppakee, 46. Is die nu klaar? Hij is klaar. Hij zegt, het ziet er slecht voor me uit. Ik ga eraan. Al die knoppen moeten uit. Wat? Nee. Niet allemaal. Wat doe je? Nee. Wat is dit voor gekke regel? Dit is vals spelen. Niemand van ons kan wat doen, zegt Mello. Maar samen zijn we sterk, zegt Gino. Laten we onze krachten bundelen. Met z'n drieën tegelijk kunnen we hem wel aan. Oh, kunnen we een speciale aanval met z'n drieën gaan doen? Hij wil ook een gemeen trucje gaan doen. Maar hij heeft geen vrienden. Je kunt nu, als de meter voor onze zeer krachtige trio-technieken inzetten. Voor deze ene keer voelen we de meter alvast voor je. Oké, let's go. Trio-techniek. De Star Surfers. Let's freaking go. Wow, dit is wel cool, gek. Dit is echt vet. Rainbow rood met z'n allen. Wat een ziek idee. Let's go, let's get him. Bam. Lekker dit, zeg. Oh, heel nice. Dit was cool. Hoppakee, lekker gedaan allemaal, jongens. Gino zegt bedankt voor de hulp. In mijn eentje had ik het zeker niet gered. Maar waarom kijken jullie zo? Jullie weten wel dat ik veel meer ben dan een gewone pop. Ja, jij bent een levende pop. Dat hebben we in de vorige aflevering kunnen zien. Dat is alweer een tijdje geleden. Gino zegt, ik kom ergens van hoog boven deze wereld. Ik heb deze gedaante slechts tijdelijk geleend. Mello vraagt, dus je komt uit de lucht of zo? Gino zegt, nee. Ik kom van de sterrenweg. Ja, daar waren we net volgens mij. Het is daar een enorme chaos, zegt Gino. En dat heeft ook effect op onze wereld. En hij zal het even uitleggen. Hebben jullie wel eens een wens gedaan na het vallen van een vallende ster?
Heb jij dat wel eens gedaan? Een wens, na het zien van een vallende ster? Laat het weten in de comments. En de sterrenweg is waar die wensen worden omgezet in sterren. En als die wens uitkomt, verandert die in een vallende ster die naar beneden afdaalt. De sterrenweg speelt dus een cruciale rol in het vervullen van wensen. Maar alles is anders nadat de sterrenweg onlangs door een enorm zwaard is verwoest. Dus sindsdien is er geen enkele ster meer gemaakt. Dat betekent dat er in jullie wereld geen wensen meer uitkomen. Is dat het hele probleem? Oké. En Mello vraagt dus, deze ster komt ook van die sterrenstraat. Gino zegt, sterrenweg, mijn wollige vriend. En ja, die ster is een gebroken stukje van de sterrenweg. En ik ben hier om alle sterrenstukken te vinden en de sterrenweg te herstellen. Ik zoek in totaal 7 sterrenstukken om alles weer terug te brengen naar het oude. Moeten we Schmidt verslaan. Alle sterrenstukken verzamelen en de sterrenweg herstellen. Mijn naam is... Maar dat is voor jullie misschien lastig uitspreken. Ja, ik snap niet wat daar stond. Gino heet hij. Oké, zo heet hij Pop tenminste. Ik heb hem uitgekozen omdat hij er het sterkst uitzag van alle poppen van Gaas. Pak die ster maar, Mario. Woep, woep, woep. De volgende ster is binnen. Lekker, man, lekker. De groene ster. En Gino, ja, die is nu ook van de partij. Dat is wel heel erg top, hoor. Hoppakee. Wat een dreamteam is dit, joh. Lekker. We hebben nu dus de blauwe en de groene ster. We hebben er nog... Wow, we hebben er nog 5 te gaan. Oh, kijk, daar is nog een pijl. Dat heb ik mooi allemaal gehoord. Nooit gedacht dat die ster zo belangrijk zou zijn. Dat moet ik aan Schmidt vertellen. Oh, wij hebben het niet door. Er is nog steeds een onzichtbare schat in de buurt. Laat maar lekker zitten. Waar is die pijl naartoe? En waar moeten wij naartoe? Wij moeten zo te zien nu hier naartoe, naar Mollestad. Oh, en daar zijn we al. Welkom in Mollestad. Misschien kunnen we hier uitrusting kopen. Oeh, eehoornsiroop herstelt 40 BP. Ja, hier heb ik echt wel even een paar van nodig, denk ik. Neem er 3. Kijk, ik heb ook nog wapens die ik kan kopen. En daar worden we ook allemaal beter van. Dus ik ga ze allemaal meenemen. Top dit. Ja, dit is lekker, zeg. Oké, dan kan ik mijn oude meuk misschien verkopen. Goeie zaken, dit. Oké, wat kunnen we nog meer vinden hier in de Molstad? Er is een hele mooie ster tegen de berg gevlogen, zegt deze mol. Oké. En iedereen is naar de berg toe, blijkbaar. Dan gaan wij ook maar naar de berg. Maar ik hoor wel even... Oh, kijk, Bowser is hier ook. Met Kamex en Goombas. Ze zijn aan het strijden. Die zijn natuurlijk ook op zoek naar die ster. Huberta zegt tegen Bowser, onze handlangers zijn bijna allemaal gevlucht. Wat moeten we nou doen? We hebben alleen nog maar tegen Mario gevochten, zegt Abrakamek. En hoe pakken we deze lui aan? Iedereen koppen dicht, zegt Bowser. Vergis je niet. Ik ben het meest medogeloze monster wat er is. Maar als Mario hoort dat ik uit mijn eigen kasteel ben getrapt, is mijn reputatie naar de haaien. Zelfs de grootste monsters hebben een imago in stand te houden. We zullen eens even laten zien wie hier de echte eindbaas is. Moe. Oké, daar gaan ze. Met z'n allen op een rijtje. Oké, maar waar zijn ze naartoe? Want ik was precies hier. Even kijken. Kan ik naar boven? Ja, ik kan op zich wel naar boven. Maar ik kan ook even hier kijken. Er is een ster tegen de berg gevallen en nu zitten er een paar kinderen vast. En een van onze mannen ook. Je moet ons helpen. We zijn daar binnen in de berg. En er is paniek. Als de kinderen maar ongedeerd zijn. De mollen zeggen, dit schiet niet op. Zo komen we nooit bij onze kinderen. Zie je die opening daarboven? Dat is de oude ingang naar de mijn. Dan moeten we een trappie bouwen even snel. Ze roepen om Mario. Nou, toevallig staat Mario naast je, joh. Mario, heb je het al gehoord? Ja, zeker. Het gaat niet goed hier. Ik kan ze redden. Let's go. De ingang is daarboven. Spring maar op onze schouders. Is goed. Hoppakee, bedankt, hé. Wat is dit? Wat is dat voor gek... Wacht eens even. Dit is een magniet. Oh, die worden lekker allemaal geraakt zo. Ja, dat is lekker. En als het goed is... Waar is mijn hamer? Ben ik mijn hamer nou kwijt? Dat is niet best, hè, als ik mijn hamer heb verkocht. Moeten we even goed naar kijken zo. Oh nee, dat ding ontploft. Oh, dan zijn we ook gewoon in één keer kapot, joh. Bro! Het is niet oké. Wil je je munten verdubbelen, zet alles op een spel. Nee. Nee, dankjewel. Oh ja, blijkbaar heb ik nu een beukhandschoen gekocht. En die is sterker dan mijn hamer. Dit ging alleen niet helemaal goed. Ik ga toch maar even slapen, denk ik nu. Word maar wakker, kom maar uit bed. Ik wil eigenlijk niet helemaal vechten tegen hun, hoor. Ze maken me helemaal kapot. Ik denk dat ik nu wel even moet vechten. Hier, wat staat hier in Toad, joh? Er liggen hier allerlei zeldzame voorwerpen in de mijn. Als ik iets vind, verkoop ik het later gewoon in het stadje. Makkelijk verdiend. Oké. Oh, vuur. Oké, het is duidelijk dat we die clusters nu eerst moesten verslaan. Oké, cool. En Mello, dan mag jij bliksem doen en dan hopelijk hebben we die clusters verslagen. Want als die ontploffen, zijn we in één keer kapot. Oké, die zijn weg. Oké, nee, niet mij in de brand zetten. Pak hem! Woe! Oh, dat was lekker. Dat was heel lekker. Hey, en we gaan weer een leveltje omhoog. Mario is level 7. Oké, wat is hier? Hier is niks. Hier kan ik niet naartoe. Ik kan wel hier naartoe. Oké, ik kan hier naar die... Ik kan... Ik heb stress. Ik kan hier ook weer naar boven. Dan ga ik er denk ik... Oh, ik dacht, dan ga ik er misschien uit. Maar nee, dan raak ik bewusteloos. Oh nee, we worden beroofd. No, we worden beroofd door deze guy. Bro, hij pakte al mijn munten af. Wat is dit? Kloko heeft ons weer in de maling genomen. Hij heeft ons zuurverdiende munten weer gestolen. We moeten achter hem aan om ze terug te zien te krijgen. Deze gast, wat een chappie. Dit is niet oké. En in de volgende aflevering ga ik even met die Kloko afrekenen. De dief. Kan duimpjes omhoog, abonneer.
En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!